Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op veel plaatsen komt bewolking voor. In het oosten laaghangende bewolking en in het westen middelbare en hoge bewolking. Vanochtend schijnt nog af en toe wel even de zon, maar de hoge en middelbare bewolking zal vanuit het westen verder gaan toenemen. En vanmiddag is het dan ook op de meeste plaatsen bewolkt. Het wordt 3 of 4 graden en verder gaat het later in de middag en in de avond vooral in het westen en midden van het land af en toe regenen en er is ook wat natte sneeuw mogelijk. Vanavond breidt die neerslag zich dus verder over het land uit. De temperatuur zaakt dan weer tot waarden dicht bij het vriespunt. Er waait verder een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen trekt de winterse neerslag naar het oosten toe weg en dan breekt vanuit het westen de zon goed door. Het wordt 3 tot 6 graden en er waait een matige wind uit zuidwestelijke richting. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag dan gaat het flink regenen en is het bewolkt. En verder gaat de temperatuur ook beduidend omhoog naar een graad of 8 op de zaterdag en ook zondag is het zeer zacht met 10 graden en regenachtig. Op beide dagen staat er ook een stevige zuidwestenwind. Maandag komt er weer wat zon en zakt de temperatuur enigszins. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl